Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 12 januari van Weerplaza. Voorlopig hebben we te maken met een wind vanuit het westen en daardoor is het erg veranderlijk. Vanochtend regent of motregent het vooral in de noordwestelijke helft. In het zuidoosten is het droog. Vanmiddag blijft het waarschijnlijk in Limburg en Brabant nagenoeg droog. Elders valt af en toe wat lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt naar 8 tot 10 graden, maar door de stevige wind vanuit het zuidwesten voelt het kouder aan. Vanavond valt er in het noorden nog een enkele bui. Op andere plaatsen klaart het op, maar het is overwegend bewolkt bij 6 of 7 graden. Morgen wordt het maximaal 8 graden in Limburg. Het blijft lange tijd droog en de zon schijnt af en toe. Er staat minder wind vanuit het zuiden, hooguit windkracht 4 of 5. Dinsdag en woensdag waait er een stevige wind vanuit het zuidwesten. Het is bewolkt en soms regent het, maar het is vrij zacht met 10 of 11 graden. Op donderdag blijft het nagenoeg droog en wordt het 9 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza en ik wens u een fijne zondag.